In de Firestarter Series onderzoeken we hoe technologie en innovatie ons helpen om creatieve grenzen te doorbreken. Action. In deze aflevering zoomen we in op mode. Mode pretendeert natuurlijk vernieuwend te zijn. Mode gaat altijd over het nieuwe. De vraag is wel hoe vernieuwend mode eigenlijk is als je kijkt naar de industrie die erachter zit. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat die decennia lang eigenlijk al hetzelfde is. Daarom vind ik het ook interessant om mode met technologie te combineren. Om te kijken hoe we het vakmanschap continu kunnen blijven vernieuwen. Mijn naam is Pauline van Dongen. Ik ben modeontwerpster en specialiseer me in de combinatie van mode en technologie. Wearable technology, zoals ik dat zie, is eigenlijk letterlijk vertaald draagbare technologie. Dus het is eigenlijk alles wat je maar om je lichaam kan dragen. Het kunnen ook accessoires zijn, maar het kan ook kleding zijn. Waarin technologie geïntegreerd zit. Ik wil eigenlijk voorbij aan het idee van gadgets en performance. Bij mij is vooral het aspect integratie heel erg belangrijk. Het gaat niet om het opplakken van technologie, wat vaak resulteert in gadgets. Het gaat echt om technologie van binnenuit. Dit is een solar dress. Dus in feite een heel draagbare jurk. En op het moment dat je in de zon loopt en je wil energie hebben, je telefoon opladen bijvoorbeeld, dan heb je het modulaire element waarmee ze zeg maar kunt onthullen. En er zitten in totaal 72 zonnecellen in en samen komen ze uit hier in dit stekkertje waarmee je je telefoon kan opladen. Ik denk dat het sowieso heel een belangrijk gegeven is dat we ontzettend afhankelijk zijn van connectiviteit. Dat we eigenlijk continu met onze mobiele apparatuur rondlopen die altijd opgeladen moeten zijn. En dat kan op een duurzame manier opgelost worden door de zon te gebruiken. Op dit moment zijn het dunne folies die geïntegreerd zijn in een leer. Maar uiteindelijk, als je een vezel zou kunnen maken die zonlicht omzet in elektrische energie, dan kun je gewoon elk willekeurig kledingstuk weven of breien met die vezel. Wearable technology is voor mij alles wat je nu eigenlijk los van je draagt. Dus een mobiele telefoon of een camera. Dat even meer dichter op je lichaam komt. Dus dat de grens tussen wat een kledingstuk is, wat jij bent, en het instrument, het gereedschap, in brede zin, dat gaat vergroeien met elkaar. Ik ben Marge Wijmans, ik ben modeontwerper. Dit is een augmented reality jurk. Als je dus met je tablet of met bijvoorbeeld Google Glass bril kijkt naar een eigenlijk hele eenvoudige jurk, dan leg je eigenlijk een nieuwe betekenislaag over de jurk. En dat is in dit geval een animatie. Wat ik heel graag zou willen zien is dat bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar het heel erg gangbaar is om je kleding bijvoorbeeld op te laden met augmented reality. Ik kijk naar iemand en ik zie daar opeens bijvoorbeeld bloemen ontbloeien. Weet je wel? Dus eerst iets wat eerst gewoon een bloemenprint was, maar dan zie ik ook echt dat het van een getekende print bijvoorbeeld naar een natuurlijk bloeiende bloem gaat. En degene die dat draagt heeft dat willen uitdragen van ik vind dit mooi of ik wil een stuk natuur brengen in de stad. En ik denk dat onze kinderen heel makkelijk in een andere wereld kunnen stappen. Zoals nu met gamen ook. Ze zitten ook helemaal in een andere wereld. Maar dan zitten ze wel gewoon in hun kamer naar een kastje te staan. Maar dat kastje, dat wordt later gewoon deel van je. Ik zoek eigenlijk altijd samenwerkingen op met engineers of programmeurs. En dat is eigenlijk super interessant omdat het je blik en je visie zoveel verbreedt. Je krijgt opeens inzicht in wat er allemaal mogelijk is. Dit is een demonstrator die ik met Philips heb ontwikkeld. Waar licht in is geïntegreerd. Met het idee om zichtbaarheid te vergroten, 's nachts in het donker. Meer ook voor een soort van urban omgeving. Met verschillende soorten licht. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind is dat het gewoon een mooie, aantrekkelijke en esthetische jas is, los van het licht. Wat ook heel erg bij mijn handschrift denk ik aansluit qua sculpturaliteit en toch een soort van elegante integratie, heel draagbare lichtgewicht jas eigenlijk. Ik heb ook wel gemerkt in samenwerking dat ik ook weer de techneut inspireer en ook weer eigenlijk buiten zijn grenzen doe gaan, omdat ik soms hele onmogelijke dingen vraag van ze. Ik ben sowieso heel erg gefascineerd door 3D printen.
Inmiddels is het een behoorlijke hype aan het worden, maar ik geloof echt in de toekomst van die technologie, die op een heleboel vlakken uitwerking zal gaan hebben. Ik heb destijds in 2010 met Freedom of Creation een schoen ontwikkeld. Het was de eerste wereldwijd die volledig 3D geprint was. En ja, ook met het idee om zoveel mogelijk de mogelijkheden die 3D-printen biedt aan een ontwerper om die te gebruiken. Dus de structuren, zeg maar, die je normaal gesproken met de hand niet zou kunnen maken. Of met een, bijvoorbeeld met een spuitgietmal zou dit gewoon niet lukken. Maar met 3D-printen kan dat wel. En bovendien het voordeel dat je dus niet allerlei mallen hoeft te maken. Je kunt gewoon één enkel prototype, of nou ja, destijds hebben we 8 paar kunnen printen. Ja, dus ook kleinere aantallen ontwikkelen. When I discovered the technology about 15 years ago, I was completely overwhelmed. I didn't see any reason going back and, you know, going to the wood workshop and cutting wood or, you know, bending metal or welding or stuff like that. I immediately just submerged myself into the computer and I never let go. I just wanted to make things in 3D because the possibilities are just endless. I'm Jan Nekitanen. I'm the creative director at 3D Systems. So look at it like this, that anything that you can stack, you can print in the future. So it also gives you an idea of what kind of materials you're able to make. So imagine you make a pancake, and you put another pancake on it, on top of it, another pancake. At the end of the day, you will have a cylinder. So that's 3D printing. Whether it's going to be making out of dough or out of a nylon powder or steel powder, it doesn't really matter. So basically what we have here is a powder bed, a 3D printer, and then what the machine does, it spreads a very, very thin layer of powder on top of each other. And then you have an inkjet printer that runs over it to put some color into it and bind it together. And voila, there's your ready product. You can make anything that you want, from shoes to jewelry to hats to clothing to whatnot. So I would say there's a lot of creativity. And it's just a matter of for the fashion designers to use that possibility for their advantage. It's going left and right exponentially in every single field. Every single day I see new applications. With Google Glass, for example, you can walk around the street and everything you can scan into a memory stick in 3D. And you can print anything you want. Het begint ook een beetje te kantelen nu. In het begin waren mensen nog best wel een soort van schuw en ze wisten niet goed wat ze ermee moesten. En eigenlijk ook best wel eng, die elektronica dicht bij je huid. En ja, hoe meer het zeg maar voorbij komt, denk ik, hoe meer ze dat ook accepteren en er de mogelijkheden en kansen van zien. En daarnaast zie je allerlei bedrijven op de markt komen met kleine accessoires. Bijvoorbeeld de Google Glass of je hebt allerlei smartwatches of de Nike Fuel Band. Dat zijn natuurlijk hele draagbare items en het relateert ook heel erg aan wat we gewend zijn te dragen. Een gewone bril of een gewone armband. Dus dat verlangt ook niet een gedragsverandering van de consument. Maar ik denk dat het veel verder kan gaan dan dat als het echt in het textiel geïntegreerd kan worden. Ik hoop althans wel dat de industrie dan enigszins veranderd is en meer ruimte heeft geboden voor individuele wensen en meer tailor-made oplossingen eigenlijk. Zodat we ook minder overhead en afval hoeven te produceren. En dat technologie daar vooral een grote bijdrage aan kan leveren. En ik zie tegen die tijd wel zeker fysieke elektronica ook geïntegreerd in onze kleding. Als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen gaan, elektronische componenten steeds kleiner, steeds flexibeler worden. Goedkoper ook. Dus ik zie daar wel grootse ontwikkelingen in de komende paar jaren gebeuren. Deze serie is een initiatief van Firestarters.